Goedenavond, dames en heren. Welkom bij Omroep Zeeland. Mede namens alle collega's hier wil ik u een heel mooi nieuwjaar wensen. Een 2022 vol voorspoed en hopelijk ook in gezondheid. Laten we naar het nieuws en ook het korte weerbericht gaan op deze eerste dag van het nieuwe jaar. De jaarwisseling is relatief rustig verlopen in Zeeland. Toch hadden de hulpdiensten hun handen vol en moesten brandweer en politie op verschillende plaatsen uitrukken. In Arnhem-Muiden was het zelfs zo onrustig dat de ME werd ingezet. De onrust begon 's middags al. Op verschillende plekken in Arnhem-Muiden werden autobanden in brand gestoken, een beveiligingscamera werd gesloopt en een bushokje werd opgeblazen met vuurwerk. Ook raakte een politieagent gewond. Na 12 uur werd de ME ingezet om een groep van bijna 100 man uiteen te drijven. Omdat verschillende mensen tegenstribbelden, zijn er klappen gevallen. In totaal werden er 11 mensen aangehouden. Wat ik nou heel jammer vind, is dat we de afgelopen jaar echt heel goed bezig waren in Arnhem-Muiden. Waarbij het beeld ook echt gekenterd was dat het allemaal niet meer zo dramatisch is als het ooit geweest is. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Ik denk dat veel mensen die beelden nog wel kenden. En dat deze groep jongeren dat nu wel in één keer onklaar hebben gemaakt. De brandweer werd afgelopen nacht 75 keer ingezet. Dat is ongeveer gelijk aan de afgelopen jaren. Het ging voornamelijk om relatief kleine brandjes, behalve in Middelburg, waar brand ontstond op de zolders van 3 huizen. Rond 4 uur vanochtend rukte de brandweer uit voor een grote brand in Middelburg. Er waren geen mensen meer aanwezig in de huizen. Na een uur gaf de brandweer het sein brandmeester. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. Ondanks het verbod werd er veel vuurwerk afgestoken in de provincie. Toch kwamen er maar 2 vuurwerkslachtoffers in het ziekenhuis terecht ten opzichte van 16 2 jaar geleden. Wat we wel hebben gezien is dat het vuurwerk wel fors de hand toe hebben genomen, ondanks het vuurwerkverbod. En niet zozeer alleen het siervuurwerk, maar vooral ook de zware knallen, waar heel veel mensen ook echt last van hebben. En dat het nu ook dus tot vroeg in de ochtend of laat in de ochtend ook gewoon nog doorging, dat is ook wel heel bijzonder en bizar. Ondanks de drukte voor de hulpdiensten verliep Oud en Nieuw op veruit de meeste plekken rustig. In Breskens werd flink genoten van het uitzicht en vooruitgedacht over de wensen van het nieuwe jaar. Gewoon gezond, gelukkig, leven zonder veel zorgen. Ja. Ja, liefde en aandacht, kijk naar elkaar om. En, ja. En lekker veel knuffelen. Knuffelen, ja. Gelukkig nieuwjaar. Lekker nieuwjaar. Je kan het natuurlijk zo doen, maar als de zee om de hoek is, dan is het natuurlijk veel leuker om direct de zee in te duiken. Zo'n 100 mensen kwamen hier naar het strand in Vlissingen voor een nieuwjaarsduik. Nou, liever zij dan ik. Koud, maar ja, onwijs leuk. Ja, we zijn er zelfs nog een paar keer ingegaan en ja, leuk om te doen. Zeker met zo'n groep, dat was de eerste keer voor mij met zo'n hele groep. Een georganiseerde nieuwjaarsduik kon dit jaar weer niet doorgaan. Maar toch wisten de mensen elkaar te bereiken. Maar hoe? Ja, kanalen, hè. Niet alleen dit kanaal, maar we hebben nog meer kanalen, hè. Een beetje geheimzinnig dus. Na afloop was het dan ook kleren aan en wegwezen. Geen muts of snet na afloop, alhoewel de deelnemers dat niet zo misten. Nou, het gaat om de duik, denk ik. Dus ja, ik doe het voor de duik. We zijn er toch, dat is het de hart om. We zijn er en het kan zonder ook. Dus. Dat is allemaal reclame en het hoeft allemaal niet. Het kan gewoon zo, hartstikke leuk. En terwijl de zee al langzamerhand leegliep, waren er toch een paar diehards die er geen genoeg van kregen. Ik ga nog een keer. Hoi. En dat blik zeewater, dat is dichtgebleven en blijft een herinnering aan het begin van 2022. Het nieuwe sportjaar gaat morgen direct van start met een groot wielerevenement, want hier in Hulst wordt alweer de 6e editie gehouden van de Vestingcross. De internationale veldrit die meetelt voor de wereldbeker veldrijden. En de voorbereidingen zijn in volle gang. Vorig jaar werd de wedstrijd in Perkpolder gehouden. Publiek was toen en ook nu niet welkom vanwege de coronapandemie. De vestingwallen in Hulst zijn morgen dan ook verboden gebied voor de wielerliefhebber. En deze doeken moeten pottenkijkers voorkomen. Ik zeg altijd, het zijn een soort schaamlappen. Het is gewoon jammer dat je niet de beelden kan zien die je normaal kan zien. Dat je de favorieten kan zien, bijna kan aanraken. Ja, dat is natuurlijk het leuke van zo'n cross. De wedstrijd telt net als vorig jaar mee voor de wereldbeker. Dat betekent dat de beste veldrijders meedoen. Op Mathieu van der Poel na. De viervoudig winnaar van de Vestingcross is geblesseerd. Ja, het was een heel leuk event geweest als de drie echte grote toppers aanwezig zijn.
Mathieu, Pidcock en Wout. En het is vooral spijtig voor Mathieu zelf, denk ik. Die toch hier altijd wel een parcours heeft dat hij zeer graag doet. Wout van Aert, die vorig jaar in Perkpolder tweede werd, is de grote favoriet. Sherin van Anrooy uit Capelle is de enige Zeeuwse deelnemer. De vrouwen gaan om 13:50 van start, de mannen om 14:55. De wedstrijden worden live uitgezonden bij Eurosport, Sportza en de NOS. Het was een nieuwjaarsdag met een vriendelijk weerbeeld, met vanmiddag vooral nog wat midden- en hoge bewolking, maar zeker ook de zon. En bij een matige tot vrij krachtige zuidenwind werd het toch weer zeer zacht met die maximumtemperaturen van 11 tot 14 graden. Dat gaf een mooie drukte op het strand om het nieuwe jaar gezond te beginnen. En door het droge weer, de wind en dat beetje zon kon ook gewoon de was aan de drooglijn hangen. Dat kan morgen niet, want de wind gaat draaien naar het zuidwesten en er komt vannacht ook al een vrij actieve storing met wat buiigheid mee. De temperatuur blijft toch wel hoog met minima van 9 à 10 graden. En ook morgen zal er van tijd tot tijd en een beetje verspreid wat regen vallen, vooral 's ochtends en ook weer in de avond. Tot morgen middernacht is zo'n 5 mm neerslag mogelijk. We hebben vannacht en morgen windkracht 4 tot 6. De maximumtemperatuur is morgenmiddag 11 tot 13 graden. En dan de komende week, die geeft maandag nog veel bewolking met enige regen en een middagtemperatuur met dubbele cijfers. Daarna wordt het wat kouder, met dinsdag eerst nog regen en bewolking, maar geleidelijk aan komen er dan met een west- tot noordwestenwind ook meer opklaringen bij. Tot zover het nieuws en ook het korte weerbericht van deze 1 januari. Op deze nieuwjaarsdag nu een concert van singer-songwriter Joe Buck. Afgelopen jaar op festival Vestrock Downtown in Hulst. Vanavond doorlopend te zien na het nieuws. Wat mij betreft heel graag tot morgen bij een nieuwe Zeeland Nu. Nog een fijne avond.